seventh one, he's still a bit hesitant. Yeah, their first big swim here. Wow. She's kind of teaching him how to eat or whatever. Yeah, the new one, he just, he's not into that swimming just yet. He's afraid of his first swim less. His first swimming less. I was afraid too, my first swimming less. And my second too. Probably my third as well. But you get the hang of it, huh? Yeah, the other chicks are like that. We like it here. Hey, buddy. First time swimming. See that? Still the one in the nest with Papa in the nest, and the rest are out swimming. It's amazing the teamwork. She also has a chick, the Meerkoot.
dat was duidelijk, toch? Ja, eens is heel licht en anders is het donker. Mhm. Ik denk dat het licht waar je bloedje ziet. Het lijkt een beetje dat we een blauwe snavel hebben. Toch? Even kijken eens. Wie die, oh ja, ja, het is een beetje blauw, een beetje, inderdaad, zwart-blauw. Zijn dat nou zeven? Ja. Ja, die is zwart. Die ja, ik denk het ook dat die... Hij zat net al een beetje in het stapje te zetten. Ja. Dan krijgen ze bijna, ze krijgen bijna vliegles. Het is wel grappig, ze hebben heel klein vleugeltjes. Straks worden ze heel groot. Ja, die zijn schattig. Ja? Yeah. Daar ziet mijn oma het ook uit de krant. Oh ja? Ja. Die houdt ook. Oh nee, ik is oké. Ik denk net dat er één bijna aan die kont wou ruiken van die zwaan. Kijk, gaan ze terug in de nest. Gaat die bij zijn papa kijken even hoe hij het doet. Wel geeft die papa ook geen zwemles. Dat is wel grappig. Ja, misschien straks doet hij dat. Hij moet blijven met de anderen. Even uitrusten. Of het is misschien een luilak. Ja, dat kan ook, hè. Een luilak of hij is zwak. Misschien gaat hij wel zwemmen. Ook misschien kan hij... Ja, dat kan ook als hij echt te zwak is, ja. Wij moeten naar het dierenziekenhuis. Ja, dat helpt hem, hè. Daar is nog niks. Nee. In die... ja, ze heeft ook een kleintje. Ja, toch wel. Hele super kleintje, net geboren. Oké. Kom die net als een ei. Zo, ze zijn weer allemaal terug in de nest, hè? Ja.